Donderdag 9 december is het vandaag. Ja, het is, het was ja, misschien wel de vermoeiendste week van het jaar, zat ik te denken. En hoor ik jullie denken, waarom dan was het Sinterklaasavond? Was het omdat het zo vroeg donker is buiten? Nee, het was de vermoeiendste week van het jaar, want het was de week van Spotify Wrapped. De vermoeiendste week van het jaar. De Spotify Wrapped, waarop werkelijk iedereen met wifi en een hartslag deelt wat hij in het afgelopen jaar allemaal heeft geluisterd. Nou, oké, okay, iedereen met de wifi en een hartslag en nog geen uitnodiging voor de boosterprik, aangezien de meeste boomers nog steeds denken dat Spotify een Groningse specialiteit is met krentenrozijnen en een stukje bakkerspijs in het midden. Wil je een lekker stukje Spotify met wat boter erop? Maar verder heb van iedereen weer gezien wat hun favoriete muziek is, naar welke podcasts ze allemaal luisteren, welk muziekgenre ze leuk vinden. Ik zeg iedereen, maar niet iedereen deelt zijn Spotify Wrapped. Je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat als iemand zijn Spotify Wrapped in de afgelopen week niet heeft gedeeld op social media, hij ergens in een hoekje van de bank in de foetushouding aan het zuurstof ligt, omdat hij zich echt helemaal het schrompers is geschrokken van zijn eigen muzieksmaak. Dat is de enige reden om het niet te delen. Ik heb het jou ook niet zien delen, Tim. Klopt. Bijvoorbeeld. Maar want voor de mensen. En dat zegt wat. Want voor de mensen die het wel delen, is het natuurlijk eigenlijk niet meer even aan de rest van de wereld laten zien wat een ontzettend goede smaak je eigenlijk hebt. Kijk eens hoe lekker breed mijn muzieksmaak is. Ik hou van pop, rock, soul, urban. En ook, kijk, ik heb ook een ironisch liedje in mijn top 10. Wat neem ik mezelf en mijn muziekkeuze niet serieus? Of ben ik toch een ontzettende lekker gekke meid? Dat is de reden waarom mensen graag even een Spotify Wrapped willen delen. Niet meer, niet minder. En ik geef hier gewoon eerlijk toe, als ik zo'n Spotify Wrapped-lijst had gehad met goede muziek erin, ik was de eerste geweest die het overal op ieder social media platform had gedeeld. Zo ben ik. Ik had van de hoogste toren staan schreeuwen hoe goed mijn muzieksmaak zou zijn geweest. Ik had al mijn volgers helemaal kapot gerapt. Daar ben ik eerlijk over, maar ik kreeg mijn lijst onder ogen en het enige dat ik dacht van, dit mag nooit naar buiten komen. Dit is staatsgeheim. WOP verzoek of niet, dit mag nooit naar buiten. Ik word al vrijwel nooit serieus genomen in het leven als mensen dit van mij weten. Ik ben klaar, gewoon. Dan kan ik me nooit meer vertonen in het openbare leven. En nog helemaal niet met oordopjes. Eerder hadden mensen misschien gedacht, hé, daar loopt Martijn Cadol met oordopjes in. Die is waarschijnlijk aan het luisteren naar de Beatles, Fleetwood Mac of een of andere obscure band die pas over anderhalf jaar internationaal doorbreekt. Maar hij kent ze al. Dat had ik prima gevonden. Maar als mijn Spotify Wrapped uitlekt, zullen mensen denken, hé, daar loopt Martijn Cool, Martijn Cadol met oordopjes in. Die is waarschijnlijk aan het luisteren naar René Kart, Gio Swicker, Stef Echo en de Dikdakkers. Dat of de Mamma Mia soundtrack. En dan noem ik nog de meest credible artiesten in de lijst. Spotify Wrapped is voor mij elk jaar een dreun in mijn spiegelbeeld. Ik heb een beeld van mezelf, hoe ik zou willen zijn als mens. En ik heb Spotify Wrapped die dat beeld even met een bazooka naar de tering schiet. Ik dacht dat ik van muziek hield, maar mijn muziekapp kent me veel beter. De apps op mijn telefoon kennen me sowieso blijkbaar beter dan ik mezelf. Ik dank God op mijn blote knieën dat YouTube geen YouTube Wrapped doet van alle filmpjes die ik bekijk in een jaar. Martijn, jouw favoriete YouTube genre dit jaar waren blooperfilmpjes en filmpjes van vliegtuigen die moeten landen in heftige weersomstandigheden. Wist je dat dezelfde YouTube-filmpjes leuk worden gevonden door helemaal niemand? Ja, dat is één iemand. Iemand in een dwangbuis op de gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting in Peru. Die vindt hetzelfde leuk als jij. Nou, gelukkig nieuwjaar alvast. In mijn Spotify rap stond in ieder geval niets van S10, die ons land gaat vertegenwoordigen bij het Songfestival. Nederland reageerde massaal met S-wie? Die ken ik niet. En ik heb nieuws voor iedereen die op social media reageerde met die ken ik niet. Wij kennen jou ook niet. Niemand kent jou, Gerda Manshanden uit Schurfwijkerwold. En niemand wil jou ook kennen, want je bent een doodsaaie vrouw met een kort pittig kapsel, een frituurpan in de bijkeuken, donkerblauwe crocs, een vouwwagen, drie lelijke kinderen en een bouvier met een tand door zijn lip. Het waren alleen maar Gerda Manshanders die reageerden met SW, die ken ik niet. Het was weer typisch Hollands, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus het zal wel niks zijn. Alsof jij zo'n goede smaak hebt, Gerda. Je bent het gezicht van de wansmaak. Als je dit soort mensen die er zo op reageren laat meedenken over een songfestival artiest, roep je als land een ramp over je af. Sterker nog, we hebben het al een keer meegemaakt. Als je de mening van dit soort mensen over de Songfestival artiest serieus neemt, krijg je cyniken. Dat is wat je krijgt. Zelden in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederland zijn we als land zo collectief voor lul gezet voor de hele wereld als door cyniken op het Songfestival. En het zegt ook niks. Toen werd aangekondigd dat Duncan Lawrence naar het Songfestival ging, waren de reacties precies hetzelfde. Wie is dat? Nooit van gehoord. Dat we niks zijn. En de rest was geschiedenis. En toen ineens zaten alle Karlaars, Gerdaars en Yvonne die nog nooit van hem hadden gehoord, tot aan hun schouders in de reet van Duncan Lawrence. Als je succes hebt, heb je vrienden. Kijk maar naar mij. Ik sta in de Veronica Middagshow en ik heb geen enkele vriend. S-team, trek het je niet aan. Ik ben blij voor je. En ik ben blij dat niemand uit mijn Spotify-weblijstje naar het Songfestival gaat. Daarmee is Nederland alvast een nieuwe afgang bespaard gebleven. Tot volgende week.